Ik vind het wel een bijzonder moment, hè. Nu in 2016, dat we eigenlijk 8 jaar geleden nog met de ruggen tegen elkaar stonden hier in het Zuiden. En dat we in 8 jaar tijd erin geslaagd zijn om elkaar te vinden, te steunen, te helpen op allerlei terreinen. Of het naar de arbeidsmarkt is, of de samenwerking met betrekking tot onze lobby naar Europa. Of over de kapitaalmarkt en ook over andere dingen. Het is ontstaan in 2008, zei ik net, bij verzoek aan de minister van Economische Zaken om ons als regio, de Eindhovense regio, een aparte rol toe te bedelen. En daar kwam het voor, eigenlijk zou het voor het hele Zuiden moeten. En op dat moment zijn we begonnen om echt de samenwerking te zoeken die onder zich ontwikkeld heeft tot het Brainport-netwerk, waar we geweldig trots op mogen zijn en waar we allemaal in een win-win situatie al uitgehaald hebben. En het mooie is dat we dat nu echt heel expliciet maken op 3 terreinen, maar elkaar ook daarbuiten weten te vinden. Nou, als het gaat over de arbeidsmarkt, dan is het natuurlijk echt super dat eerst Mark en daarna Ton, hoi Mark, hoi Ton, dit hebben getrokken. Nog steeds trekken. Tom is daar heel druk mee bezig. We hebben het terug zien komen rondom Techniekpark, dat we in staat waren om elkaar iets te definiëren wat in Nederland toch heel bijzonder was. Hoe zijn we nou in staat om talent te ontwikkelen, om mensen in het onderwijs zover te krijgen dat de beta-kant beter naar voren zou komen. En Tom heeft natuurlijk vanuit de universiteit een aantal dingen meegenomen die heel bijzonder zijn, wat nu uiteindelijk leidt tot de arbeidsmarktmonitor, waarin we heel veel informatie bij elkaar brengen die buitengewoon instrumenteel is om de arbeidsmarkt veel beter te laten functioneren en ook veel beter te weten waar de behoeftes liggen. Er is nog steeds een grote mismatch en dan is leven lang leren ontzettend belangrijk, maar als je precies weet wat de vraag is en waar de aanbod zit, dan zijn we nu in staat om dat over heel Zuid-Nederland met elkaar ook veel beter te doen. Dus dat is nog niet overal uitgerold, maar dat gaan we wel doen. Nou, ik vind het eigenlijk zelfs beter geworden dan dat ik ooit verwacht had. Ik ben ooit in 2006 begonnen met de eerste schets wat je zou willen weten, welke transparantie je zou willen hebben en hoe je zaken aan elkaar zou kunnen koppelen. Maar als ik zie hoe het nu uitgevoerd is en hoe makkelijk dat gaat, ja, dan vind ik het zelfs veel beter dan ik ooit gedacht had. Nou, wat ik belangrijk vind, wij doen ook mee in een aantal van deze trajecten, is dat de vacatures die ons bedrijf heeft voor een groter publiek toegankelijk zijn. Dat wij een breder aanbod krijgen aan kandidaten. Maar ook dat op het moment als kandidaten bij ons werkzaam zijn en na een project, bijvoorbeeld na een einde van het project weer door, moeten naar een andere taak, dat ze via dit dashboard heel snel kunnen vinden waar ze anders nog terecht kunnen. De belangrijke reden waarom die arbeidsmarkt niet zo in beweging komt als men zou hopen, is dat er een mismatch is. Dus er zijn wel vacatures, maar er zijn onvoldoende geschikte mensen voor die vacatures. Ik denk dat dat dashboard gaat helpen om dat gat daartussen te dichten. De uitdaging is eigenlijk de onvoorspelbaarheid, zeg maar. Het gebrek aan informatie die we hebben over wat bedrijven nodig hebben en wat mensen te bieden hebben. We weten in feite heel erg weinig van die arbeidsmarkt en we kunnen terugkijken. Maar het grootste punt is natuurlijk, hoe kunnen we nou beter vooruitkijken, beter anticiperen? Want uiteindelijk, de match die telt. Een goede match betekent winst voor bedrijven, winst voor mensen, maar daarvoor heb je inzicht nodig. Informatie en transparantie, en dat probeert het dashboard nu te verbeteren.